Yo, Dreamkiezers, leuk dat je kijkt naar een nieuwe video. Vandaag heb ik een heel leuk dingetje op de planning, namelijk... Momentje eventjes hoor. Sorry, even een onderbreking. Geef voor de rest niet. Was eventjes mijn editor. Maar dat weet niet. We gaan reageren op hele leuke, grappige WhatsApp-berichtjes. Ik heb namelijk een heel leuk kanaal gevonden met bijna 30.000 abonnees. Allergrappigst. Nou, en als dat in naam staat, weet je, dan moet het wel het allergrappigste zijn. En ik zag dit voorbij komen. En het heeft de meest abrupte, hele leuke, meest originele thumbnails van ze allemaal. Want er zijn eigenlijk maar twee verschillende thumbnails. Maar deze video's, die kunnen bekeken zijn tot 33.000 keer per stuk. Of sommige zelfs 2,8 miljoen keer. En weet je, zoveel views wil ik ook. Dus wij gaan lekker reageren op hele grappige, leuke WhatsApp berichtjes. En kijken of wij ook eventjes lekker kunnen gaan lachen. Hey, wat ben je aan het doen? Ik zit in bad. Ik zit altijd in bad. Stuur een foto. Nick, zal ik even lekker een lekker fotootje sturen van ik die in bad zit. Hell yeah. Doei. Wow. Stuurt ze een foto van dat ze in bad zit. Ga je een beetje doei lopen zeggen tegen haar. Vind ik lullig. Weet je, als een meisje een foto stuurt dat ze in bad zit, weet je wel. Dan moet je ook waarderen. Niet elk meisje doet dat en zij wel. Nick is gewoon een beetje een zak. Pa, ma, ik ben tot het besluit gekomen om zelfstandig te gaan wonen. We zijn blij om dat te horen, zoon. De koffers heb ik al voor jullie ingepakt. Duimpje omhoog. Huh? Wat zei je? Jullie? What? Tot nu toe zijn het nog best wel maanden. Als dit de top 10 grappigste WhatsApp gesprekken zijn, ben ik tot nu toe de nummer 10 en nummer 9. Eigenlijk de nummer 1 en nummer 2 eigenlijk zeer matig. Maar weet je, het kan alleen maar beter worden vanaf hier. Ik heb zo'n honger. Gast, ik ook. Eet mij, schat. Oeh. Sorry, ik mag van de dokter geen vet voedsel eten. Wat? Bart, dit is vrouwonvriendelijk. Dit kan je niet maken. Bart, hoe durf je? Oh, we hebben een berichtje van Ronald. Ronald van het gameportaal. Holy frick. Op het nieuws zag ik dat iemand op dezelfde weg als die van jou aan het spookrijden is. Wees voorzichtig. Oh, Ronald, wat lief van je. Iemand? Vraagteken. Er zijn hier honderden auto's die spookrijden op deze snelweg. Ik rij als enige goed. Wauw. 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 Nieuw berichtje van onbekend nummer. Uh-oh. Hey, herken je me? Nou, je bent onbekend, dus eigenlijk niet. Ja, je hebt zeer herkenbare handschrift. Is dit hem serieus? Als dit hem is, word ik boos. Ik ben boos. Ik ben boos! Vergeet je niet de vaten doen en de kliko buiten te zetten. Zijn er mensen die een kliko binnenzetten? Dat vind ik wel een beetje gek. En je huiswerk te doen. Pa en Nick hebben besloten om een auto voor je te kopen. Wedden? Dan gaat hij nu reageren op het onderste en zo. Waarom reageer je niet op de dingen erboven? Wow, zegt hij ook gewoon. Ja hoor. Meent u dat? Nee, ik wilde zeker weten dat je mijn bericht leest. Dat is echt gemeen. Mama, hoe durf je geen auto voor me te kopen? Ja. Oh, we hebben een berichtje van Jasper. Dat is mijn oude vriend. Hey, ik heb net een vals 5 euro briefje gevonden. En gelijk weggegooid. Hoe wist je dat hij vals was? Hij was paars en er stonden 2 nullen achter de 5. Wauw, Jasper. Wauw. Mogen we een applausje krijgen voor Jasper. Ciao naar jou. Berichtje van Ben. Oh, Ben is een oude vriend van mij, joh. Ben, wat heb je te zeggen? Ik begon mijn vorige beroep alweer te missen. Wat deed je dan? Niks. Dat was het grappigste. Hallo. Hey, hallo, gozertje. Ik zag dat u op Marktplaats een auto te koop heeft staan. Klopt dat? Jazeker. Wat biedt u hiervoor? Voor 250 euro wil ik hem overnemen. 250? Dan steek ik hem nog liever in de fik. Doe dan. Oké. Durf je toch niet? Oh nee. Even wachten hoor. 2 hours later. Zo, gelukt. Heeft hij hem in de fik gezet? Oh my god. Ja, punt, punt. Stuur een foto dan. Het is een foto van de auto die in de fik staat. Je bent echt gestoord. Ik kom hier voor de grappigste WhatsApp gesprekken. Dit is echt kut. De reden waarom ik deze video überhaupt maak. Kijk, ik had hier reageren op grappigste WhatsApp berichten. En die heeft 730.000 weergave, joh. Dat vond ik heel geinig. En ik kan me herinneren dat hier nog best wel wat grappige berichtjes tussen zaten. Waar ik dacht van, haha, die zijn nog wel leuk. Dit is echt een teleurstelling. Dit heeft bijna 3 miljoen weergave. Ben je gestoord of zo? Oké, we hebben een berichtje van Leonie. En Leonie is echt een droomvrouw, kan ik je vertellen. Hey, mag ik een vraag stellen? Leonie, jij mag alles aan mij vragen, joh. Geen enkel probleem. Ligt eraan wat voor vraag het is. Haha.
Hou je van me, Leonie. Ik hou van jou als de licht. Je mag me geen vragen stellen. Doei. Is dit hem serieus? Ik weet nog niet of het zeg maar niet mijn humor is. Of dat het gewoon niet grappig is. Ik twijfel. Dan, is het überhaupt grappig, deze gesprekken? Oké, dan weet ik in ieder geval dat het niet alleen aan mij ligt. Dankjewel. Oké, we hebben een berichtje van Luca. En Luca is ook echt een droomvrouw. Hey Luca! Ja hoor, gesprek beginnen we met een hey Luca. Kom je met me mee naar de sportschool? Nou Luca, wil ik wel een sportschool zien. Waarom? Vind je me soms dik of zo? Wat de... Dit zeg ik toch helemaal niet? Nee. Als je niet wilt, hoeft het ook niet hoor. Wil je daarmee zeggen dat ik lui ben? Oh, ik heb nu al... Ik heb zo... Rustig aan, man. Ik weet al precies wat voor persoon het is. Dat bedoel ik niet. Dit is zo naar. Ik heb het ook gehad, zo'n persoon. Wil je daarmee zeggen dat ik hysterisch ben? Ik zei niet dat je hysterisch bent. Beweer je nu dat ik lieg? Au, echt precies dit. Weet je, je hoeft ook niet mee te gaan ook. Oh, wacht even. Mag ik niet mee? Oké, nou zijn ze een beetje aan het overdrijven dit. Ugh. Een begin van Anna. Oh, Anna, wat is er? Sinds ik met je getrouwd ben, doe ik alleen nog maar de afwas, de vaat en maak het huis schoon. Ik voel me net assenpoester. Die moest ook altijd maar schoonmaken. Met een gifje van assenpoester? Kun je je nog herinneren wat ik je beloofde op onze bruiloft? Nee. Dat die zeg maar wordt behandeld als een prinses, wedden? Ik kalm hem nu al. Ik zou je leven een sprookje maken. Weet je, hij was close enough. Hij was close enough. And that's actually a funny one. Nee, ik vind deze wel geinig. Hij was heel predictable, maar hij was wel geinig. Oh, we hebben een berichtje van mama. Wie hier in de comments kan mij nu vertellen die mama op deze manier schrijft met dubbel M? Als je dat doet... Oh, oh, walgelijk, goor. Pa en ik hebben je altijd echt te veel verwend. Dat is iets wat mijn moeder zou zeggen. We vinden dat je meer straf verdient. Dat is iets wat mijn moeder nooit zou zeggen. Wie heeft mij te veel verwend? Papa en ik, zei ik toch. Wie verdient er dan straf? Hm? Oh, oh. Oh, oh. Mama en papa krijgen straf. Gast, je bent je telefoon vergeten. Oké, ik zie nu dat al en nu ook al boos. Ik word nu al boos. Ik word nu al boos. Ben al boos. Hij ligt nog hier, punt, punt. Gast, kom je hem zo ophalen? Ah! Stop, stop. Waarom reageer je niet? Oh, hou op, Kai. Kai, what the fuck? Reageer. Gast. We hebben moedertje hartje. Nou, als ik dat als naam doe bij mijn moeder, dan vind ik dat heel erg cringe. En ze zegt hoi hoi. Hey moeders. Voor vanavond weet ik nog niet wat we gaan eten. Mijn moeder weet het altijd, joh. Dus jij mag het eten uitkiezen. Kies maar iets wat je lekker vindt. Nou, doe maar een lekker patatje. Pizza? Nou? Nee, dat niet. Dit is zo relatable. Patatje? Nee. Moeders, waarom mag ik nou kiezen wat we willen eten als jij me niet laat kiezen wat we gaan eten? Chinees? Dus nou je daarom nee op zegt, dan vind ik dat heel... Nee, dat is niet lekker. Wat of mijn moeder? Chinees is gewoon lekker. Turkse pizza? Gast, even serieus. Weet je, misschien een unpopular opinion, maar Turkse pizza? Ranzig. Nee, ook niet lekker. Dankjewel, moeder. Maar wat wil je dan eten? Oh, kies maar wat lekkers uit, hoor. Ah! Moeders! Oh, we hebben een bericht van Amanda. Oeh! Hey, schatje. Stuur me een foto van jou in je BH. Oh-oh! Oké. Fogo! Ja, weet je wat dit, als een chick dit doet? She is a keeper, though. She is a keeper. Gevoel voor humor is heel belangrijk in een vrouw. En Amanda heeft dat. En Amanda, wat ben je toch een droomvrouw? Oh, we hebben een berichtje van Jean. Hey, Jean. Ik ben nog even op het werk. Lekker bezig, joh. Ik denk dat ik over een uur thuis ben. Zou jij ondertussen het eten klaar kunnen maken? Ja hoor, zeg maar wat ik moet doen. De helft van de aardappels schillen en vervolgens koken in een pan. Oké, even wachten. Het is gelukt. Lekker bezig, John. Echt een droomman is het ook gewoon. Weet je, John is ook een keepertje. John moeten we echt koppelen aan Amanda, joh. John en Amanda, dat zouden echt een droomstel zijn. We hebben een berichtje van mama. Hallo mama. Hoe moet je kip bereiden? Met een zadel. Pedumtsch. Kip kopen in Haarlem. Waar kip te koop? Mam? Vraagteken. Uitopteken. Kip braden in pan. Wat is mijn moeder allemaal aan het doen? Mam, dit is niet Google. Kip. Dit is hem ook gewoon. Ik moet eerlijk zeggen. Hij was wel heel grappig. Ik vond dit een grap.
Verdomme! Normaal, met een WhatsAppie. Oh, die Bram af en toe, hè. Die Bram af en toe. Weet je, niks op te klagen. Een berichtje van Dirk Jan. En die heeft geen fotootje. Wat is dit nou? Onze trip naar Azië is wel erg duur. Misschien moeten we ergens op bezuinigen. Ik heb al iets daarop verzonnen. En dat is, vraagteken, ik ga in mijn eentje. Gast, Dirk Jan. Jan Willem, wat heb je mij te vertellen? Hey, wat ben je aan het doen? Oh, Jan Willem denkt stoute dingen. Ik lig in bed. Is dat het enige? Oh, Jan Willem is getting onto something. Nee, ik eet ook chips. Lekker chippies. Wat zou je doen als ik naast je lag? Oh, Jan Willem is horny on main. Chips eten. Ik bedoel, als je geen chips hebt, dan wel eens chips halen. Een nieuwe zak chips halen in de keuken. Ja, natuurlijk, joh. Jan Willem. Jan Willem is horny, joh. Oké, dit is de allerlaatste. Deze is van Anne. Anne. Waar ben je? De vrouw van biologie heeft je telefoon. Ze is echt een heks. Oh my god, dit is zeker hetzelfde grapje en nu is die gewoon niet meer grappig. Sarah, kom maar naar boven en leef je mobiel in. Hoe dom kun je zijn? Groetjes, de heks. Nou, ik kan je nog wel één ding vertellen. We hebben nog genoeg video's om te concluderen als we ooit hier een vervolg op willen doen. Als het wordt bekeken. Voor nu, bedankt voor het kijken naar deze video. Kijk hier naast me voor twee andere hele leuke filmpjes. Abonneer op mijn YouTube kanaal en koop wat merchandise zoals mijn geweldige mooie Coco. En dan zeg ik gewoon nog één ding tegen jullie en dat is later.